Net voor de show en waarschijnlijk helemaal klaar om op het podium te gaan, staat bij ons Ann Popovic. Hoe is, heb je al gezonde spanning? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het iets nieuws. Ik heb nooit eerder zoiets gedaan. Dus ik vind het hartstikke leuk om met zoveel goede gitaristen te spelen op hetzelfde nacht. En doen we ook af en toe. Wij spelen heel veel in Amerika en Italië en zo. In Amerika natuurlijk, it is all about the jam. En dat vind ik ook het allerleukste. Daarom ben ik ook met blues en begonnen. Want dat is de main ding, gewoon in blues om te jammen. Maar niet zo vaak heb je zo'n goede gitarist op één avond en het is echt een uitdaging voor mij. Nee, toen ze jou belden van we willen graag hebben dat je meespeelt en dan voor een symfonieorkest, wat dacht je? Wauw, dat... Nou, ik vind mijn muziek echt, ik vind het leuk om de styles te combineren en dat was één ding dat we aan het missen. Van ja, ik kan niet zo makkelijk in de studio symfonische orkest krijgen. Ik vind het sowieso niet leuk om, om zo'n fake iets te doen met de computers en zo, dus dat doe ik zo en zo niet. Maar vaak heb ik bedacht over wat liedjes, nou dit zou heel leuk zijn voor violin of viool of wat dan ook. En nu heb ik dus de mogelijkheid. En het klonk super leuk. Het klonk echt zo goed en zo gaaf. En ik kan niet wachten. Het is een hartstikke mooie. Afgestudeerd in het conservatorium? Ja. Nou, afgestudeerd. Afgestudeerd niet, maar ik ben wel in Utrecht en Rotterdam gestudeerd. Okay. Helpt dat nu, dat je toch een goede, gedegen theoretische onderbouwing hebt om met zo'n orkest om te kunnen gaan? Helpt absoluut. Het helpt absoluut. En het is even belangrijk als spelen live. Dus voor mij was dat op een half moment, ik heb wel 4 jaar gestudeerd, maar op een bepaald moment weet je, je bent 25 of zo en er zijn mogelijkheden rondomheen. Dus dit is wel een keus. En ik zou zeggen wel een paar jaar studeren. Afstuderen niet noodzakelijk, zoals echt gigs pakken en carrière beginnen en zo. En dat wacht niet, weet je. Je moet op een bepaald moment... Dus ik vind eigenlijk allebei leuk en ik vind dat het een paar jaar studeren absoluut noodzakelijk is. En daarna moet je gewoon echt op het podium leren. Dat is een hele andere school. Vanavond, de muziek, de nummers die jij gaat spelen, heb je die allemaal zelf uitgekozen of is dat mede met de organisatie bepaald? Ik heb zelf 2 uitgekozen, die zijn mijn eigen nummers. Eentje is Nothing Personal, dat is nieuw een single in Amerika. Mijn plaat is net uit, het heet Blind for Love. En de andere is ook van de nieuwe plaat, Wrong Woman. Hartstikke leuk. En dan wij doen één soort van standaard Superstitious. En dat was dus, ze hebben dat voorgesteld. En ik heb dat nooit zelf gespeeld. Ik speel niet zoveel covers. Ik speel mijn eigen nummers, maar Superstitious is een superleuk nummer. En uitdaging. Nou, eerste keer vanavond. We gaan het beleven vanavond. Mag ik je bedanken voor dit interview? Organisator van dit hebben we volgens mij de tweede meest zenuwachtige man van het hele pakket, dat is Joost van den Broek. En die man is de arrangeur van alles wat hier met de symfonie op dadelijk op dat podium terechtkomt. Joost, hoeveel uren heb jij erin gestoken om alles te schrijven wat de heren graag willen horen? Nou, dat is heel erg verschillend per stuk eigenlijk. Sommige stukken doe je bij wijze van spreken in een middag en sommige stukken daar doe je wel 2 dagen over. Uiteindelijk dan het schrijven daarvan, dat is 1. En dan is het eigenlijk het fine-tunen, het uitwerken van alle partijen. Dat is vaak ook nog echt de details. Want ik kan natuurlijk de schets maken, maar uiteindelijk zijn het de muzikanten die eigenlijk maar 1 partijtje zien. En die partijen die moet ik helemaal gedetailleerd hebben, want dat is uiteindelijk wat hun gaan vertolken als muziek. En voor de dirigent maak je een grote score, heet dat. En daar staan alle partijen op. En dan, nou ja, sommige artiesten willen die van tevoren zien, zodat ze kunnen zien van oké, dit gaat er gebeuren, dat ze dat al weten. Dat ze ook weten, oké, dit wordt het einde. Hè. Veel originele nummers zijn op plaat een fade-out.
Nou, dan moet je dus kijken hoeveel rondjes doen we en wat voor eindje gaan we doen. En dat komt er allemaal bij kijken. Heb je nog arrangementen aan moeten passen gisteren of vandaag omdat de ego's op het podium het anders zouden willen? Nee, dat eigenlijk niet. We hebben wat dat betreft, toen iedereen het orkest hoorde, hadden ze zoiets van, dat is mooi. En misschien dat ze wel wilden dat iets langer was op het eind. Volgens mij willen alle bluesgitaristen dat het langer is. Daar hebben ze niks van gezegd. En ze waren allemaal enthousiast over het orkest. Steeds backstage bij het Symphony in Blues. En we hebben een van de violistes voor de camera. Dat is Floortje Beljon. En die gaat dadelijk het hele project begeleiden met nog 40 of 50 anderen. Hoe hebben jullie hiervoor geoefend, Floor? We hebben gisteren de hele dag repetities gehad. Met de artiesten en met het orkest helemaal samen. En ja, we hebben vandaag nog eventjes alles doorgelopen. En dat was het eigenlijk. Dus hebben jullie de partituur al eerder opgestuurd gekregen of hebben jullie hem vandaag voor het eerst onder ogen gehad of gisteren? Die hebben we gisteren voor het eerst gezien. Zeg van daar is niet op symfonisch niet op te arrangeren. Nou, ik heb geen nummers afgekeurd, want uiteindelijk is het zo dat eigenlijk bij de meeste nummers hebben wij een voorstel gedaan van nou, het lijkt ons gaaf om dit te doen of dat te doen. En dan uiteindelijk heb je een gedeelte wat wel met orkest en een gedeelte wat niet met orkest is. En daaruit kan ik natuurlijk kiezen van oké, dit is een geschikt nummer daarvoor, dus dan pak ik die en dan doen ze dit nummer zonder orkest. Ja, want het is natuurlijk zo dat, met alle respect, is vaak blues en zeker blues rock opgebouwd met heel erg dezelfde bouwstenen. Vaak draait het heel erg om natuurlijk de solo gitaar en een zanglijn. Maar zit daar harmonisch niet heel veel in. Dus dan heb ik wel gekeken naar de nummers die echt melodieën in zich hebben, die iets spannendere harmonieën hebben, waar je dus ook wat kan en mag doen. En kijk, want veel bluesartiesten willen het heel erg puur houden en willen niet te veel fratsen, om het zo maar te zeggen. Dus dan ga je kiezen naar, dan ga je kijken naar de nummers die al origineel arrangement hebben, misschien wel, of dat misschien heel goed daarbij past. Je sluit het eigenlijk vertreffelijk af. Blues willen eigenlijk geen fratsen en wat krijgen we vanavond? Blues met heel veel fratsen. Nou, we krijgen een gezonde combinatie voor mijn gevoel. Ik heb, als je ziet, de arrangementen zijn allemaal in dienst van het nummer. En stijgen af en toe boven het geheel uit als er niet direct een solo of een zang is. Maar zijn altijd in dienst van. En als je ziet bijvoorbeeld de nummer Bird of Paradise, wat Snowy doet, is eigenlijk compleet orkest. En hij is meer de tweede gitarist, slaggitarist, met af en toe een solospot, maar zelfs de zanglijn komt van de viool af. Dus, ik ga je bedanken voor deze interview en ik wens je heel veel plezier op het podium. Dankjewel, bedankt voor jullie aandacht.